We zijn er neer bij Joep en Kai. Dat zijn twee jongens die zeer muzikaal en talentvol zijn. Ze hebben onlangs een duo opgericht en we gaan eens horen hoe het nu met ze gaat. Joep, we kennen jou van The Voice Kids. Dat is alweer een aantal jaren geleden en toen heb je het fantastisch gedaan. Bekende Nederlander. En hoe is het daarna met je gegaan? Ja, ik heb daarna nog veel muziek gemaakt. Ik doe nu een muziekopleiding op het Arcus in Heerlen. Het gaat vrij goed. Vertel eens iets over die opleiding. Wat leer je daar allemaal? Je leert samenwerken in bands, maar je leert ook de theoretische kant van de muziek. En die is natuurlijk ook heel belangrijk. En is dat allemaal moderne muziek? Nee, dat is popmuziek. En dat is niet een popmuziek genre, maar dat betekent gewoon de populaire muziek. Dus dat is ook rock, pop. We gaan ook nog jazz en soul doen. En erg leuk om te doen. En dan ga je eigenlijk van je hobby een beroep maken, zou je bijna zeggen. Ja, dat zou ik wel graag willen. Ja. En hoe lang gaat de opleiding duren? 3 jaar. En Kai, vertel eens, jij bent iemand die Joep kent van het dorp, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Ja. We zijn van vroeger, hebben we altijd bij elkaar op school gezeten. En omdat we samen altijd muziek hebben gemaakt, hebben we gewoon zeg maar, het initiatief gepakt om dit duo op te richten. En ik heb nog niet zo heel lang geleden heb ik een akoestische gitaar gekocht. En toen hebben we zeg maar, besloten om akoestische covers te gaan doen. En uiteindelijk willen we ook wat eigen nummers gaan maken. En tot nu toe loopt het allemaal erg goed. Ja. Het duo is begin dit jaar heb ik begrepen opgericht. Hè? We zijn nu 3 maanden bezig. 3 maanden. Ja. En wat voor soort werk zingen jullie? We zingen popmuziek en rockmuziek en het zijn vooral gewoon akoestische covers. Dus sommige nummers schrijven we ook om naar akoestische muziek. Sommigen zeggen dat we nummers die een hele band spelen of zo, proberen wij gewoon te maken met alleen mijn stem en Kai op gitaar. En we spelen covers van de jaren 80 tot en met nu. Covers zijn, ik ben van iets ouder, dat zijn eigenlijk wat wij vroeger liedjes noemden. Ja, covers zijn eigenlijk, je hebt een band, zal ik maar zeggen, en die maakt een nummer. En als jij het covert, dan speel je het zelf ook, zal ik maar zeggen. Dan neem je het over, maar dan op een andere manier. En noem eens wat bands waarvan jullie coveren. Three Doors Down. Dat is, iets later, hè, dan de jaren. Ja. Doen we nog meer. Kane. Kane, ja. Kane doen we ook. We doen ook een nummer van Lenny Kravitz. En een voorbeeld van wat we echt akoestisch hebben gemaakt is twee nummers van DJ's. Dus van Swedish House Mafia hebben we 2 nummers die we akoestisch hebben gemaakt. Maar dit zijn bands die zijn van de jaren 90? Nou ja, de jaren 80 tot en met nu. Swedish House Mafia is vanaf 2000 volgens mij. Maar de Go-Go Dolls, waar we ook een nummer van spelen, zijn bijvoorbeeld van de jaren 80, 90. En jij zingt, hè? Ja. En Kai? Ik speel gitaar. Ik speel gitaar. Ja. En hoe doen jullie dat met die nummers, dat cover? Hoe werkt dat? Je moet het eigenlijk prepareren zodat je het zelf kunt zingen, hè? En spelen. Ja, dat klopt. Hoe werkt dat? Wij zitten gewoon zeg maar, achter de laptop naar YouTube te surfen. Dan kijken we gewoon van dat nummer vinden we leuk om te spelen. En dan probeert hij dat eerst of dat hij dat kan zingen. En dan kijk ik de akkoorden. En dan maken we daar zeg maar min of meer ons eigen ding van. Dus je maakt in feite de muziek die er is, moet je het eigenlijk opnieuw weer samenstellen. Ja, je speelt het eigenlijk na, maar je geeft er een eigen draai aan, zeg maar. En als jij zingt, speel je dan ook? Nee, tot nu toe niet. Zijn we misschien in de toekomst wel van plan. En om misschien dat kan je een beetje tweede stem kan gaan zingen. Maar daar zijn we tot nu toe nog niet aan toegekomen. Maar speel jij, welke instrumenten speel jij? Ik speel een beetje gitaar en een beetje piano. En wat zijn nou jullie plannen? Ja. Want jullie zitten natuurlijk ook op school, hè? Ja, onze plannen zijn vooral om tot nu toe onze sets te vergroten, zodat we uiteindelijk gewoon een hele avond vol kunnen spelen. En daarna willen wij, als we dat helemaal rond hebben, willen we eigen muziek gaan schrijven. En die dan langzaam gaan samenvoegen met de sets. En
Soms gewoon dan uiteindelijk gewoon proberen een hele set met eigen nummers te maken. Maar dat zijn we tot nu toe nog niet. Dat is heel veel werk. Ja, dat klopt. Dat neemt wat tijd in beslag. En zijn jullie allebei ook inspirerend? Kunnen jullie ook leuke songs bedenken, om het zo maar eens te zeggen? Als ik een liedje in mijn hoofd hoor of zo, dan... ik kan het soms zeggen alleen neurien en niet spelen. En als ik het dan voor hem neurie, dan kan hij het spelen. Of andersom, dat hij iets speelt en zegt van ja, ik hoor hier dit en dit op. En dan proberen we zoiets te bedenken. Nou, dat is echt fantastisch. Jullie gaan wat spelen voor ons. En leuk dat ik jullie gesproken heb. En we gaan het horen. So lately, been wandering. Will you be there to take my place when I'm gone? You need love to light the shadows on your face. For fear your grace shall fall and fall upon us all. And down between the sand and stones, will you make it on your own? If I could, then I would. I go wherever you will go, way up high or down low. I go wherever you will go, and maybe I find out a way to make it back someday. To watch you, to guide you through the darkest of your days. Feel your grace shall fall and fall upon us all. Then I hope there's someone out there who can bring me back to you. And if I could, then I would. I'd go wherever you will go, way up high or down low. I go wherever you will go. Run away with my heart, run away with my all, and run away with my love. I know now just quite how my life and love might still go on. In your heart, in your mind, I stay with you for all the time. If I could turn back time, I'd go wherever you will go. If I can make you mine, I'd go wherever you will go. I'd go wherever you will go. I go wherever you will go. Jullie hebben fantastisch gespeeld. Dan ben ik net vergeten te vragen hoe het nummer heet. Het nummer heet Wherever You Will Go van The Calling. Zeg, en bedankt en veel succes, hè, met jullie carrière. Dankjewel.